te winnen natuurlijk. Maar ja. Komende week zaterdag opent het Belgische wielerseizoen met Hoe kan het anders? De omloop Het Volk. Rechtstreeks te bekijken op Canvas natuurlijk. Een man, de man die vele camera's achter zich zal aankrijgen, is, u mag twee keer raden, Frank van den Broeke. Hij heeft het zichzelf en zijn omgeving niet makkelijk gemaakt het afgelopen jaar. En nu zijn we met z'n allen benieuwd of zijn talent onaangetast is gebleven. Karel van Nieuwkerken ontmoette Frank van den Broeke in Spanje. Aan de klasse van den Broeke als renner wordt niet getwijfeld. Als mens heeft hij evenwel kritiek van ervaren collega's moeten slikken. Maar de storm rond VDB is gaan liggen. Meer nog, de bende rond van den Broeke blaakt van zelfvertrouwen. Matan, De Wolf, Farazijn, Pers en Plankaert, alle hebben ze een blinde adoratie voor de meester. Het is natuurlijk een grote eer om voor van den Broeke te rijden. En als van den Broeke dan voor Jo Plankaert rijdt, dat is een formidabel gevoel. In Bessèze was dat het geval, de laatste twee ritten. De beste coureur van de wereld, die reed op kop voor Jo Plankaert. Dus ik zat met kiekenval in het wiel van Frank. Ik ben veilig in die ploeg gekomen om hem te helpen, dus hij heeft mij al geholpen. Ik weet nu, hij mag weten dat ik zal niet 100% rijden, maar 150% voor hem. Plankaert, die is helemaal weg van jou, hè? Die is bijna verliefd op jou, weet je dat? Nee, maar we vallen goed met elkaar. Het is ook iemand die een beetje met mij vergelijkbaar is. Maar ik kan hem nog veel doen verbeteren. Ja, ik denk het wel dat hij dat slim gezien heeft. Dus ik denk dat hij een beetje zich richt op Johan. Johan in het voorjaar doet ook altijd een beetje cadeaus aan iemand. Dus ik denk dat hij een voorbeeld neemt aan Johan. Misschien. Maar VDB moet natuurlijk ook eens zelf testen. Zoals in de koninginrit van de Ruta del Sol. Hij pakt 2 minuten op het peloton. Franchement, il vous attend. Hein. Arnaud me dit que les quais de mes roules, on n'arrive pas à vous rattraper. En route maintenant? Hein? Toujours en route? Oh non, attends un peu plus tard. Non, je dis c'est toujours en route là. Ah oui. Je croyais que tu voulais remettre en route. Arnaud, ils sont combien à rouler derrière? Toute l'équipe filmée, mais il devait pas 4 à tourner. Toute l'équipe. De test is geslaagd. VDB is klaar voor de omloop. Nog een weekje, een goede week naar Het Volk. Daar heb je vorig jaar een groot nummer opgevoerd. Ben je dat weer van plan? Nou, natuurlijk zit ik dat weer van plan. Wie wint de omloop Het Volk? Frank, zonder twijfel. Zonder twijfel? Zonder twijfel. Net als vorig jaar zou dat zijn afspraak.